vandaag heb ik een shoplog voor je vanuit New York. Je kan namelijk geweldig goed shoppen. Bij de Abercrombie & Fitch heb ik ook aardig wat kleding gekocht, maar daar heb ik een aparte video van gemaakt. Nu ga ik jullie de andere leuke en lekkere dingen laten zien. Ik begin bij de pink van Victoria's Secret. Daar heb ik een set gekocht van Wild & Breezy. Namelijk de body lotion, de body mist en de 2-in-1 wash and scrub. Ik vind ze echt fantastisch lekker ruiken. Echt een aanrader. Ook heb ik wat spullen bij de body shop gekocht. Namelijk 2 body butters in de geuren mango en coconut. Bij de Bath & Body Work heb ik ook wat leuke spulletjes gekocht. Ook een set van 3. Namelijk van de Waikiki Beach Coconut. Daar heb ik de douche gel van. De body lotion. En de body mist. En ik heb ook 5 hand sanitizers gekocht in de geuren Island White Pineapple, Mad About You, Pure Paradise, Pink Crazy Daisy en als laatste Coconut Cooler. Deze vind ik echt heerlijk ruiken. En om dit leuk aan je tas te kunnen hangen heb ik 2 houtjes gekocht, namelijk deze roze en deze met glitters. En dan doe je gewoon zo'n hand sanitizer erin. Okay. En dan kan je ze zo leuk aan je tas hangen. Voor al mijn besties in Nederland en een aankomende winactie op mijn kanaal heb ik allemaal Eos lipbalsams gekocht. Het zijn echt heel veel geworden. En ik heb ze in de smaken strawberry sorbet, visibly soft coconut milk, sweet mint, lemon drop en als laatste de Visibly Soft Vanilla Mint. Bij de Lush heb ik ook 2 heerlijke dingen gekocht. Namelijk als eerste deze Bubblegum Lip Scrub. En dit is een soort suiker dat je op je lippen scrubt. En dan moet je dat eraf likken en dan smaakt het heerlijk naar bubblegum. En je lippen worden ook nog eens super zacht van. En dan heb ik deze hele grote bath bomb gekocht. En hij is echt heel groot, dus ik denk dat ik hem een paar keer in bad ga gebruiken. Hij ruikt echt super lekker naar citroen. Dat was alles wat ik bij Lush heb gekocht. Dan gaan we over naar de spulletjes van de Forever 21. Daar heb ik als eerste deze case gekocht voor al mijn lipstick. Er zit op Lipstick Love. Ik vind hem echt zo schattig. En dan heb ik dit hele leuke blouseje gekocht. Ik vind hem echt super stoer, want hier zit een knoopje en hij is ook wat korter. En dan heb ik dit hele leuke spijkerpakje gekocht. Ik heb hem zo. Hij is echt super leuk voor de zomer. En dan heb ik deze hoofdbandjes gekocht. Als eerste deze. Die is heel stoer, want het is een soort touw. En deze is bruin en eentje met zwart. En dan heb ik deze met bloemetjes gekocht. Het zijn hele kleine bloemetjes, echt super leuk voor de zomer. En dan heb ik deze vlechtjes gekocht, wit en zwart. En dan als laatste bij de Forever 21 heb ik deze hele leuke tas gekocht. Ik ga na de zomer namelijk naar de middelbare en ik had een nieuwe tas nodig. Dus deze is daar perfect voor. Hij is heel stevig en ook nog eens heel groot. Dan ben ik naar een mega M&M winkel geweest. Hij is echt huge. En daar kan je alles kopen met M&M's op. Armbanden, kettingen, oorbellen, t-shirts, al dat soort dingen. Daar heb ik dit hele leuke zakje met allemaal verschillende M&M's gekocht. Deze gouden bijvoorbeeld, die kan je echt niet in een normaal zakje halen. Roze, lichtblauw. En hij is al voor de helft leeg. Ik vind de helft leeg. Ik vind ze echt super lekker. En dan heb ik deze M&M lipsmackers gekocht. En Rara waar die naar uit. M&M chocola. En als je van chocola houdt, dan hou je ook van deze. Want ze ruiken echt super lekker naar chocola. Bij de souvenirshop op Liberty Island heb ik dit hele leuke kettinkje erop gekocht. Er staat de Big Apple op. Want New York wordt ook wel eens de Big Apple genoemd. Natuurlijk de Statue of Liberty en NY van New York. Bij de souvenirshop in de stad heb ik dit hele leuke etuietje gekocht met Isle of New York erop. En deze ga ik zeker gebruiken als ik binnenkort naar de middelbare ga. Dan heb ik deze Eos lipbalm gekocht. Het is een stick.
in de smaak Vanilla Bean. En deze heb ik gewoon gekocht om uit te proberen. Dan heb ik deze mega gum. Er staat op For Big Mistakes. Hier was ik al zo lang naar op zoek. En die heb ik eindelijk gevonden. En ook nog eens in New York. Deze sleutelhanger met Nina erop, mijn naam. En deze twee sleutelhangers als schoentje. Deze is voor jou, Anna. En deze is voor mij. En dan als laatste alweer heb ik deze twee pakjes van Bean Boozled gekocht. En hiervan ga ik er ook eentje weggeven voor een winactie. Dat was alles wat ik heb gekocht. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!